Het is tijd voor de vierde wedstrijd van deze tweede speeldag in de Proximus E-Pro League tijd. En we gaan een duel krijgen tussen twee nieuwe gezichten waarmee we dus vorige week mochten kennismaken. En die kennismaking die verliep voor de ene wat beter dan voor de andere, want het is Leuven tegen Oostende vandaag. Lionel bij Leuven heeft ons enorm verbaasd eigenlijk, daar in de kleedkamer van OH Leuven. Speelde heel sterk tegen toch een gevestigde waarde en ja, toonde dat hij nieuw is in de competitie, maar niet nieuw is in het spel. En aan de andere kant, BNB Kailia, die kreeg op zijn doos, om het zo te zeggen, van Zach Bentato. Kwam eerst wel op voorsprong, verrassend een beetje, maar ja, kreeg er dan toch 5 om de oren van gevestigde waarde, Zach Bentato. En ja, gaf eigenlijk weinig weerwerk, om het zo te zeggen. Ja, inderdaad. Het was wel een blitzstart van Kylie, want plots kwam hij 1-0 voor. Iedereen viel eigenlijk een beetje uit de lucht, om het zo te zeggen. Maar dan, ja, eens de motor van Zach Bentato aansloeg, dan was er geen houden meer aan. En was het voor Kylie heel moeilijk om bij te benen. Ionel van zijn kant, vooraleer we naar de tactieken gaan, won inderdaad, zoals je zei, overtuigend met 2-0 van Rego. En dat was ook meteen de enige speler die de 0 wist te houden in een zege vorig weekend. Dus hij mag die impressionante vorm doortrekken vandaag tegen Kylie, wat jij ook wel een beetje voorspelt, denk ik. Hè? Zeker en vast. Hij toonde 1-0 in het event eerst dat hij vrij goed speelt, maar dan ontbrak het hem een beetje aan efficiëntie. En de volgende wedstrijd, dan de eerste speeldag, was hij enorm efficiënt en speelde hij zeer gecontroleerd en zeer, ja, rustig ook. En ja, aan de andere kant, BNB Kylie, zoals je zei, ja, die kwam eerst op voorsprong, maar eigenlijk met een doelpunt waar aan een paas vooraf ging, die eigenlijk, ja, geen enkele, ja, speler die op niveau echt speelt, ooit zou verwachten, omdat die bal daar normaal ook niet geraakt. Mm-hmm. Maar daarna, ja, moeilijker. En we zien ook al in zijn tactics dat hij opteert voor 5 verdedigers nu in plaats van die 4, toch omdat die, ja, is dan natuurlijk ook de aanvallende opstellingen erbij zitten, maar omdat hij toch, ja, je wil niet 2 weken op rij met zo'n score verliezen. En tegen Ionel is dat wel een optie, want Ionel is heel kalm, je ziet het ook in beeld, en speelt, ja, fantastisch. Absoluut. En Kylie mag vandaag het tegendeel bewijzen. Vandaag niet op de club bij KV Oostende, maar spelende vanuit zijn eigen kamer. En het is precies of hij zelfs een airco achter hem heeft staan in deze wintertijden. Klopt, bizarre setup. Een beetje vreemd, hè. Maar ook een poster die ik niet goed kan herkennen. Maar misschien, nee, moeten we zijn kamer niet al te veel analyseren en wel zijn spel. Want hij gaat starten met een 3, ja, 5-2. Of is het toch zijn, ja, is het zijn finale tactiek nu, die 3-5-2? Het is zijn defensieve tactiek, maar daar steekt hij toch heel veel tijd in. Dus het kan goed zijn dat hij vrij snel moet switchen richting deze opstelling. Want Ionel in een 4-2-3-1, ja, de standaard opstelling. Mm-hmm. Maar dat gaat ook, want hij heeft dan 5 aanvallende of 4 aanvallende spelers eigenlijk genoeg om alles open te breken. En ja, ik ben heel benieuwd wat hij vandaag tegen een mindere speler op de mat brengt, want dat kan je natuurlijk altijd uit je focus halen. Absoluut. En dus Ionel kan op deze tweede speeldag de tweede speler ook worden die het maximum van de punten kan halen. Dat is tot nu toe enkel en alleen weggelegd voor Geoffrey Megou, die begonnen is aan de competitie met 2 zegens op een rij. En daarmee is hij tot nu toe dus de enige die helemaal bovenaan het klassement staat. Zowel Gent, Club Brugge, Kortrijk en dan vergeet ik er nog eentje. Die staan op gelijke hoogte met elkaar met 4 punten. Voorlopig dus Leuven 3 punten. En dat kan dus een 6-6 worden zometeen voor Ionel. En dan is dit een, ja, geweldige start, hè, voor een van de nieuwe gezichten sinds dit seizoen. Degene die het best uit de startblokken is geschoten van die nieuwe namen. Hè? Ik denk dat je als beginner in de competitie dan een betere start kan inbeelden. Maar hij speelde laatst ook op FUT in de Weekend League met een volledig Belgisch team. Okay. En ook daar haalde hij weer een fantastisch resultaat met toch een mindere ploeg. Ja, absoluut. Het is niet de 3-5-2 geworden. Zijn basisopstelling is de 5-3-2, heb ik nu net nog in een glimp gezien bij Kylie. Dus hij trekt wel zijn lessen uit zijn vorige wedstrijd. Wil niet opnieuw zo overrompeld worden zoals in die wedstrijd tegen Zach Bentato. En hij zal natuurlijk ook gekeken hebben naar dat aanvallende geweld van Ionel, hè, in de vorige wedstrijd. Klopt, en zal ook gezien hebben dat Mansen met die identieke opstelling goed resultaat heeft gehaald. Dus ja, het is het proberen waard. Goed, we beginnen eraan en het zijn de jongens van Leuven die mogen beginnen aan de partij Ionel tegen Kylie. En dan wordt er zelfs ook al meteen een pauze aangevraagd door Ionel. Dat is wel zeer opmerkelijk. Dan heeft hij toch misschien iets fout moeten gedaan hebben in zijn settings of zo. Kan, of het is een metaal spelletje.
Alleszins, dus Ionel wel die als eerste wat mag proberen combineren tussen zijn spelers. En dan zitten we bij Altamari met een tikje terug naar Chimanga. Was een goede tandem op die linkerkant de vorige keer. Chimanga en Altamari. Maartens met de tik terug naar Hubert. Malinov gaat zijn heil zoeken aan de rechterkant nu voor OH Leuven. Vlietink probeert daar de actie op poten te zetten. Nog steeds Vlietink. Oh, dat is niet zo heel goed verdedigd van Kylie Vlietink met de voorzet of niet. Ja, wordt er uitgehaald. Bal blijft in het spel. En is dit dan buitenspel? Ik denk het wel. Denk het wel, of ja. Was de bal net over de lijn? Goed, alleszins het spel stilgelegd. En dan gaat Ionel toch inderdaad iets aan zijn controls veranderen. Ja, daar lijkt iets niet te kloppen. Staat op custom, one button gaat hij nu kijken, maar hij gaat hem gewoon op de classic zetten. Ja. Zal per ongeluk iets verkeerd aangetikt hebben en switcht nu wat goed is zo vroeg in de wedstrijd dat je dat opmerkt. Absoluut, en zo dus inderdaad, het was buitenspel. Mag vrij trap genomen worden door Hubert van KVO. Kylie op zoek naar zijn eerste punten van het seizoen. Zijn eerste doelpunt, dat heeft hij al gemaakt dus tegen Zak Bentato en Anderlecht vorige week. Maar het is Ionel dat voorlopig de beginfase domineert alleszins. Nog geen aanval gezien van KVO. En is dit een goede actie nu van Altamari. En dan wordt hij net genoeg teruggedrongen. Zodanig dat het een hoekschop wordt. Wordt meteen kort genomen door Ionel. Maar Mini komt er niet door. Daar zat een Dika tussen. Hij wil daar niet, net iets te veel twee keer met die stepovers. Houdt het beter simpel, denk ik, tegen zeven verdedigende, acht verdedigende spelers bij BNB Kylie. Die er nu niet uitkomt met zijn combinatie. Ook opmerkelijk trouwens, hebben we nog niet gezegd. Ionel was maar de tweede speler die vorige week de player lock probeerde. Het was niet zo goed geslaagd. Hier is wel Mini. Moeten we eerst volgen en dan is er geen goede paas. Vlietink kan hem toch nog controleren na een kleine leg spike die wij gezien hebben. Hopelijk was dat niet zo bij jullie, maar bijna was het dus Vlietink die kon afdrukken na een goede actie van Mini. Ja, heerlijke pannen daar in de 16 en dan jammer dat hij niet kan afdrukken, want dat een fantastisch doelpunt kunnen worden. Maar inderdaad, zoals ik wou zeggen, naast Abdullah Waiz die er veelvuldig gebruik van maakte van de player lock, was het ook eens Ionel die het probeerde. Het was niet zo heel goed gelukt, maar het viel op van alle spelers die hier aan de Ipro League meedoen, waren er dus maar twee bij wie we het gezien hebben. Klopt, maar het vergt ook wel wat oefening. We zien ook bij Abdullah Waiz dat hij dat tegendoelpunt gepakt heeft tegen Sven Roasted, omdat het fout liep. Darpino nu met Giel Zager. Kylie komt voor de eerste keer opzetten voor Oostende, maar het tikje terug wordt eruit gehaald door Chimanga. En dan probeert El Tamari er vandoor te gaan. Dat happen van Kylie, dat liep bijna slecht af, maar Tamari kon niet doorlopen. Kotic nu. En Hubert. Slow start van de slow wedstrijd. Start. Malinov vindt de ruimte midden in het midden bij Mini. Het tikje naar Vlietink, dat is weer goed gecombineerd. Mini, mooie actie. Mini, kan hij hem nog geven of niet? Ja, tot bij Maartens. El Tamari met een goede actie. En de trap en de save van Hubert ranselt die bal uit zijn verste hoek. En dan kan Kylie niet verhinderen goed dat gepakt, er nog een hoekschop hoor. Wordt genomen. Inderdaad, goed gepakt. Oh, heerlijke actie, El Tamari. Sombrero hier. Eerste keer dat we die, denk ik, zien. Ionel is zich aan het amuseren, om het zo te zeggen. Opletten hier. Hubert kan hem net nog uit de lucht plukken. En zo merken we dat de motor van Ionel stilaan aan het, aan het draaien begint. Nu Bataille voor KVO. Maar dan wordt hij makkelijk teruggedrongen eigenlijk weer tot in zijn defensie, zal ik maar zeggen. Door Ionel. En dan is het wachten op de goede combinaties. Dat is snel en goed gecombineerd. Maar Bataille kan er nog tussen zitten. Uiteindelijk ja, blijft het wachten op een eerste goede mogelijkheid voor Kylie. Ja, het is een beetje jammer natuurlijk voor Ionel. Ja, je ziet daar ook die player lock heel even geprobeerd. Maar een beetje jammer voor Ionel dat BNB Kylie zoveel doelpunten heeft tegengekregen vorige week. Waardoor hij nu extra verdedigend voor de dag komt. Maar opnieuw, zoals we het zeiden, die player locked is alsof hij ons hoort in de kleedkamer. Ja, van. Het lukte uiteindelijk niet, omdat er wel vrij goed verdedigd werd door BNB Kylie. En hier even de kans. En Hubert ertussen. Ja. Al net iets te ver. Het was opnieuw op ons beeld met een kleine leg spike erbij. We herhalen het. Hopelijk hebben jullie daar thuis geen last van. Gaye nu.
In de combinatie naar de Sakalak. Goeie steekpas. Gueye is sneller. En Gueye gaat voor Kylie scoren. En voor Oostende of niet? Nee, het is Romo die ertussen zit. En de beste kans van de wedstrijd is er eentje voor KVO. Ja, maar daar zie je het verschil in ervaring. Hè. Ionel zet zijn keeper daar, verplaatst zijn keeper daar heel goed naar het midden. En B&B Kylie ziet dat niet en kan er ook niet op inspelen. En nu zien we Altamari hier aan de zijkant. Ionel kan hem voorgeven aan Maartens. Doet nog een step over. Kan hij zich vrij spelen deze keer. Vlietink, maar Theater zit er opnieuw goed tussen. Ja, dat was even spannend hoor. Dat voor was even de kooi van OH Leuven. En is dit een hele goede crosspaas van Kylie. En dan zit Bataille op de rechterkant. 2-3 mensen van KVO mee. De voorzet en het handje ertussen van Romo. En dan ging die bal in een boogje net over van de Dries. Want anders kon eventueel Kylie in de herneming nog proberen scoren. Ja, en dat moet Kylie ook doen. Hè. Teren op die counter. Hè, in de hoop dat Ionel er één of twee keer naast zit om zo'n doelpunt te kunnen maken. Veel mensen van OH Leuven in de box. Mini probeert een actie op poten te zetten. Het was iets te getild. Telefoneren, want Ionel probeerde. Je ziet hem zelf ook met het hoofd schudden. Ionel, hij probeert iets te veel te forceren. Kan het simpeler houden, denk ik ook. Een Sakala met de combinatie met Gielzager, maar dat werd ook makkelijk doorzien. Door Ionel en Vlietink probeert ook met aan de andere kant Altamari die snelheid op die flanken te benutten. Nog steeds Vlietink, die gaat er nu wel afgelopen worden door Gielzager en dan klein maakt foutje. Vlietink ook het foutje. De vrije trap, dat duurt wat lang. Daardoor kan Ionel zijn pionnen wat opschuiven. En dan is hij zo de bal kwijt. Maar kijk, het is meteen het einde van de eerste helft. En dan gaat Ionel toch zijn niveau zo meteen in die tweede helft wat moeten opkrikken. Want hij speelt te braafjes, denk ik. Ja, inderdaad. Maar toch de zucht bij B&B Kylie op het opslag van rust even. Maar Ionel moet iets doen, want momenteel... Ja, is hij eigenlijk niet gevaarlijk? Nee. En sowieso, je zegt een zucht, maar het is wel iemand die met een ijzige blik... voor de game, dat was ook zo toen hij 5-1 achter stond. Niet dat hij boos werd of dergelijke, of gefrustreerd raakte. Zijn hoofd van nee schudden. Het is iemand die heel stoïcijns, zoals we dat mooi kunnen uitdrukken, voor zich kan uitkijken. Tangen nu. Dus KVO dat probeert zich een weg te banen naar voren. Daarnet dus die grote kans voor Oostende en voor Kylie, maar gesaved door Romo. Gielzager van den Dries. Nee, dat is niet goed gedaan. Pardoes in de voeten van Altamari. Dan is het wachten op inschuivende mensen. Aanvallers toch voor OH Leuven. Ja, inderdaad. Dat is die 4-2-3-1 natuurlijk. Misschien dat hij moet gaan switchen naar de 4-4-2. Hier is alleszins Vlietink. Die weer wat geprobeerd gebruik te maken van zijn snelheid. Vlietink met de bal naar Mini. Trappen en scoren. Het is 1-0 voor OH Leuven. En dit is een domper op de feestvreugde voor de Kustboys van KVO. Ja, is het blijven proberen, hè, Ionel. En deze keer lukt het wel met Vlietink Mini daar in die kleine ruimte. En nu speelt zich wel goed vrij. Ja, B&B Kylie probeert wel te containen met die L2, maar... Ja, switchte dan eigenlijk te laat, waardoor Ionel vrij kwam en dan trapte hij hem goed binnen en is het verdiend 1-0. En nu kan hij misschien wel zijn geliefkoosde spelletje gaan spelen, want nu moet Kylie komen natuurlijk. Gaat er misschien eventueel wel wat ruimte komen straks in de rug van de KVO-defensie. Maartens nu tot bij Mini, de maker van het openingsdoelpunt in deze wedstrijd. Paar trucjes, paar overstapjes. Mini tot bij Altamari. Maar het zit daar natuurlijk goed vast. Altamari nog steeds. Ja, hij heeft wel goede controle hoor over zijn controle, maar dan is die paas net iets minder. Ja, paas komt naar het centrum, daar stond twee man vrij. Maar is de skills aan elkaar aan het rijgen. Slecht gecombineerd opnieuw van Kylie, die in een dipje zit op dit moment. Kleine tik natuurlijk gekregen. En dan moet je daar kunnen overzetten natuurlijk. Maartens nu met een goede combinatie met Vlietink. Opnieuw in het strafschopgebied. Vlietink zoeken naar ruimte. Maartens gaat hem moeten teruggeven of niet. Nog steeds Ionel. Tikje terug nu naar Malinov. Hier is Mini. Overstapje goed gedaan. Mini. En dan loopt Altamari eigenlijk in zijn weg. Ja, en dan is het nog buitenspel ook. En is het buitenspel ook. Ja, dat is jammer, want hij probeert wel hoor die mooie tricks allemaal te doen. Ja, het is ook de enige manier om door die verdediging van 7-8 personen te geraken. Crosspass van Kylie komt tot bij een Dika terecht. Een Dika kan hem niet voorzetten, maar het is wel een hoekschop voor hem.
De hoekschop genomen, maar Kylie die zijn doelman goed laat uitkomen. Romo en die bal dan uiteindelijk makkelijk uit de lucht kan plukken. En dan is het nog iets minder dan 25 minuten te gaan en staat dus Ionel 1-0 voor. Voorlopig staat hij dus mee virtueel aan kop van het klassement. Tackeltje nu van Ndika. Krijgt daarvoor geen kaart alleszins. Ja, dat is ook altijd een beetje willekeurig op FIFA. De Norre. Malinov, heel veel jongens van KVO teruggeplooid. Vlietink. Tikje tot bij Maartens. Maartens, balletje vooruit tikken. Maartens, nog steeds. En via een voetje van iemand van Oostende. Nog de hoekschop. En die worden stevast kort genomen door Ionel Mini. Maar heel veel jongens natuurlijk terug van Oostende. Maartens probeert met de speedboost zeker zich vrij te spelen. Maartens, de tik terug. En de goal. Nee. Ja, bijna. Een mooie aanval, maar niet volledig vrijgespeeld. Hè. Je ziet hem ook wel in die box komen. Ionel in de hoop dat BNB Kylie eigenlijk een fout maakt. Probeert dat hier en daar wat uit te lokken. Maar BNB Kylie blijft eigenlijk heel rustig verdedigen. En opnieuw Maartens. De speedboost is met, hier met Maartens. En Maartens. Ja, opnieuw die autoblokken. Geen volledig vrije kans. En ja, we zien wel dat Ionel vaak gebruik maakt van die speedboost ook. En daar echt wel zijn voordeel uit haalt. Hè? Ja, werkt ook wel heel goed. Zeker als je tegen iemand speelt die enkel contained. Hij probeert BNB Kylie wel te laten uitstappen, maar die doet dat eigenlijk niet. Die verdedigt zoals hij er momenteel uitziet, stoïcijns. Ja, wil zo weinig mogelijk prijs geven. Hier is Maartens en een fout. En eigenlijk kon Maartens alleen naar doel afgaan. Het wordt niet bestraft met een kaart opnieuw. Dit had toch echt wel een kaart mogen zijn, hoor. Klein nummertje hier. Oh, dat loopt fout. Je zou nogthans denken bij OH Leuven dat ze daar beter getraind in zijn, hè? Ja, het is... Of doet Bram Verbiest de coaching niet voor de stilstaande fases bij de e-sports? Dat nee, kan natuurlijk nee, ook. Nee. Hij mag het misschien gaan overwegen en een paar tips meegeven aan Ionel. Ja, want dit was een beetje knullig. Die tips kan hij op onze website ook bekijken van Eleven. Daar staat een reportage met Bram Verbiest op. Toch maar eens afstemmen, hoor, Reinoud. Als je ons hier zo meteen op de stream kan horen. Alleszins nu Gielsager en Sakala. Gielsager komt er niet door. Nee, het is moeilijk voor Kylie om iets in elkaar te boksen ja, in de aanval. Ja, eigenlijk niets. Hè. Reinoud, of Ionel moet ik eigenlijk zeggen, is een steengoede verdediger. En speelt vanuit een zetel, maar vindt dat toch, mag je toch een extra doelpuntje erbij doen. Ja, inderdaad. Als het 2-0 wordt, dan denk ik dat het helemaal over en uit is. 1-0 blijft natuurlijk een hele krappe voorsprong. En wie weet, hè, want Kylie heeft ook al gescoord tegen Zak Bentato. Hij kan zeker een doelpunt maken. Gielsager nu in minder dan 10 minuten nog. En Darpino en Sakala tot bij Bataille. Daar is hij er bijna door. Bataille, gelukkig komt Chimanga net op tijd terug. Goed dat Ionel daar ook niet probeert in te grijpen, want dan heb je vrij snel een penalty tegen. Hubert nu. Het is zaak voor Ionel om het uit te controleren misschien. Maar dit is een hele goede steekpas op Altamari. 2-3 mensen mee. De goede bal op Maartens. De actie van Maartens. Het is 2-0. Boeken toe. En Kylie gaat aan zijn seizoen in de E-Pro League starten met een 0-6. En compleet het andere verhaal bij Ionel en OH Leuven. Kleine buiging daar ook in de celebration. Geweldig doelpunt. Goed vrijgespeeld op de zijkant. En dan... Ja, het geduld gehad om te kijken naar waar kan ik die bal krijgen en kan ik hem echt vrij spelen. En dan neemt hij ook nog zijn tijd om hem binnen te trappen. En ja, dat kennen we van Ionel. Graag zekerheid en graag die rust bewaren om uiteindelijk ja, 2-0 te winnen. En super gedaan. Geen tegendoelpunt meer te pakken. Super gedaan. Ook nu het verdedigen. En wie had dat gedacht dat we nu voorlopig twee leiders zouden hebben en dan zijn het Zulte Waregem en OH Leuven. Dat zijn denk ik namen die niet iedereen meteen had opgeschreven. Nee, en zeker Ionel die nieuw is in de competitie. En dan ook, ja, het is nog niet helemaal gedaan, maar in principe twee keer in de nul houdt ook. Gaye nog voor een eerredder. En dit is nog een tackle die denk ik rood gaat opleveren voor Kutic. Nee, het wordt een gele kaart. En zo krijgt Kylie nog een mogelijkheid om eventueel nog een tegentreffer te scoren. We zitten wel al in de extra tijd. Dus hij doet er maar goed aan. Oh. Dat zie ik wel graag. Hij doet die tackle puur om die nul te kunnen houden. Hè? Absoluut. Gaye gaat hem zelfs trappen. En Romo moet hem uit zijn doel ranselen. Ja, goed getrapt, maar Ionel had zijn keeper goed in het centrum van het doel gezet. Dat hij bij elke bal komt. Kijk eens waar die doelman staat. Ja, Romo. Zijn keeper dat die bal corner sowieso niet naar de eerste paal kan. En dat hij hem ook gewoon kan pakken. En nu is de wedstrijd gedaan.
Over en out. OH Leuven pakt de zege tegen KVO. En zoals we dus zeiden, Kylie na toch wel die hele moeilijke start tegen Zak Bentato, waar hij 5 doelpunten binnenkreeg, koos hij voor de verdedigende approach. En ja, het is maar 2-0 geworden, zullen we maar zeggen. Opdracht volbracht vooral voor Ionel, die zijn tweede zege op een rij pakt. Opnieuw met een clean sheet, 2-0. Ja, heel diplomatisch gespeeld eigenlijk. En zich nooit laten frustreren door het verdedigende spel van BNB Kylie. En het gewoon rustig afgewerkt. En oké, 2-0 had 5-0 kunnen worden, had 6-0 kunnen worden. Als Ionel iets rustiger nog was geweest voor het doel. Maar 6 op 6, 4 doelpunten gemaakt, 0 doelpunten tegen. Dat staat toch mooi op papier. Ja, daar teken je voor in je eerste seizoen van de Proximus E-Pro League. Goed, Leuven wint met 2-0 van Oostende. En dit allemaal laat ons zeggen, de volgende wedstrijd. Want dat wordt er eentje om zometeen duimen en vingers van af te likken. Want straks na dit duel krijgen we de kraker tussen Standaar en STVV. De kraker tussen Shadow en Zeeroar. Dat wordt om duimen en vingers van af te likken. En voor de mensen die deze uitzending op televisie volgen, volgt er nu opnieuw een kort blokje reportage. En daarin vertelt Elias Bree, dus Zeeroar, over de positie van België in de e-sports wereld. Tot zometeen voor het duel tussen Standaar en Sint-Truiden.